zou dit zo graag aan willen hebben. Heel erg extra. Dit zou ik dus aan willen doen. Dus ze is eigenlijk gewoon best wel naakt. Had ik verwacht dat hij er iets meer bazaam uit zou zien. Hoi allemaal, ik ben Lois en vandaag ga ik reageren op de outfit van de Golden Globes 2019. Ik heb op mijn telefoon allemaal foto's gescreenshot van de outfit en ik ga met jullie ernaar kijken. Nu ga ik bepalen of het hot or not is en dat mogen jullie dus ook doen in de comments. Dus laten we maar snel beginnen. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Als eerste heb ik Taylor Swift. Taylor Swift heeft een zwarte jurk aan, off-shoulder. Sowieso vind ik Taylor Swift altijd echt heel erg mooi. Ze heeft haar vast, best wel simpel. Mooie, chique hangers, rode lippen. Volgens mij is Taylor Swift en rode lippen is echt een ding. En een off-shoulder jurk. Met een open been. Het printje is zeg maar een beetje doorzichtig. Alsof het soort van schubben zijn. Ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven. Ik vind het op zich, ik vind het dan hot. Regina King. Ze heeft een zilveren jurk aan. Eén schouder bloot. Ik vind het niet lelijk. Maar dit is misschien persoonlijk gewoon niet mijn stijl. Ik vind het op zich, staat het haar wel mooi. Maar ik denk dat het voor mij een not is. Ik denk niet wauw. Ik heb niet zo'n wauw gevoel zeg maar. Nu heb ik Jamie Chung. Heeft een rode jurk aan. En het ziet er heel interessant uit. Het is heel doorzichtig op bepaalde stukken. En het lijkt eerst alsof het kort is. Maar het loopt eigenlijk door tot haar enkels. Maar het lijkt een beetje alsof ze een pakje aan heeft en daar overheen een soort van doorzichtige see-through jurk, laat maar zeggen. Het ziet er gewoon heel interessant uit, maar wel op een goede manier. Dus ik denk dat ik deze ook zie als een hot. Ik weet niet of ik het zelf aan zou doen, maar niet dat ik de kans heb om dit aan te doen, maar oké. Nu heb ik hier even een collage. Ik heb dit gewoon van Instagram gehaald. Collage van 4 vrouwen. Ze hebben allemaal rode kleuren aan, rode jurken. Van Outlander, de linkse. Die oude stijl vind ik heel mooi bij haar staan. Alleen, ik vind het persoonlijk niet zo'n hele mooie jurk, omdat ik weet niet, vind het, het is gewoon, ik vind het gewoon niet zo fantastisch. Dus not, I'm sorry. En daarna heb je Nicole Kidman. Ik vind haar sowieso echt een heel interessant. Ze ziet er gewoon altijd heel interessant uit of zo. Nou vind ik dit niet een lelijke jurk. Ik weet niet zeker of dit een hot or not is. Ik weet niet wat voor stofje het is. Het is glitters. Maar een beetje latexachtig. Dat is niet mijn ding. Ik denk dat ik toch ook eerder voor een not zou gaan. Haar naam zit echt puntje van mijn tong. Hailey Berry. Hailey Berry heeft ook een rode jurk aan met een décolleté. Zij is ook in de 50. Ze ziet er nog steeds fantastisch uit. Maar ik denk dat van deze 4 dat ik deze jurk wel als hot zie. Want ik vind het op zich soort van wel een beetje dat zomerse vibe hebben. Zo'n zomerjurk, maar dan chic zeg maar. De meest rechtse jurk heeft, het is volgens mij echt een glitterpatroon. Rode disco glitterjurk. Ik vind het ook wel een hele mooie jurk. Ik denk ook wel dat als ik dan een keer gelegenheid zou hebben om iets heel erg fabulous aan te doen, dat ik zoiets wel zou aantrekken. Dus deze vind ik wel echt heel tof. Maar dit vind ik wel echt een hot. I like it. Sandra Oh. Sandra Oh deed met Sandy Walper. Sandy Walper. Andy. Andy. Samberg. Andy, Sandy Walberg. Oké, Sandra Oh en Andy Samberg deden de presentaties van de Golden Globes dit jaar. Ik moet het officieel nog zien. Ik vind dat ze echt een hele toffe jurk aan heeft. Haar en haar, zeg maar, make-up en alles is best wel clean en rustig. En die jurk vind ik wel heel tof, want het is op zich, zeg maar, best wel simpel model. Ik bedoel, het sluit gewoon aan op haar lichaam. Het is hoog in haar hals. Dus dat principe is gewoon best wel simpel. Maar dan heeft ze ineens die hele mooie gouden wijde mouwen. Ik weet niet waarom, maar ik vind het er echt gewoon heel tof uitzien. Ik zou dit ook echt, oh my god, willen dragen. En ook super leuk dat zij zelf gewoon iets heeft gewonnen bij de awardshow die zij presenteerde. Oké, nu heb ik de Billy Porter. Dit is zijn post. Ik weet niet precies waarvan hij is. Heel erg extra. Dat kun je wel zien aan de outfit die hij heeft. Hij zegt dat hij hier met zijn man is. Zijn man heeft een zwart, beetje een shimmer pak aan. Wat gewoon mooi is. Dit vind ik niet heel speciaal voor een man, want die draagt gewoon een pak aan. Maar hij zelf heeft volgens mij wel een pak eronder aan. Een grijs pak. Maar daarover een hele cape. Oh my god. Een gouden cape met allemaal, ja, wat is het? Een soort van bloemen, edelstenen, gedrapeerd naar beneden. Niet de hele cape, maar aan de bovenkant. En dat zit ook, denk ik, volgens mij onder zijn pak als een soort blouse. He's looking fierce. Dit vind ik super tof. En dat vind ik echt wel heel tof als een man, zeg maar, misschien toch wel een pak, maar dan wel echt een hele andere variant daarvan draagt. Een zwart pak, een blauw pak, is een beetje simpel. Maar ik vind het dan wel tof als, zeg maar, een man gewoon helemaal, wow, look at me, iets aandoet. Hell yeah, dit is een hot. Nu hebben we 2 actrices van Wakanda Forever. Links op de foto heeft een oranje-rode jurk aan. En ze zien er ook allebei echt heel mooi uit. En iets op haar schouder, ik weet niet precies, ik heb het nu niet in een full body shot hoe dat nou loopt. Maar ik vind het wel een soort van, ook al zijn het allemaal niet simpele jurken, maar als ik hier naar kijk heb ik toch eerder het idee van, nou, op zich wel simpel. En de andere
ander naast haar heeft ook blauwe, volgens mij blauwe wimpers. Blauwe wimpers matching met haar jurk. Wat op zich een redelijk simpel model is. Maar dan heeft zij volgens mij een soort van gedrapeerde slingertjes. Ik weet even niet het goede woord. Maar slingertjes met zeg maar wit eraan vast. Ik weet niet hoe dit allemaal in elkaar zit. Maar het ziet er heel mooi uit. Ik vind dit allebei wel een hot. I like it. Oeh. Emily Blunt, onze nieuwe Mary Poppins, heeft een grijze zilveren jurk aan. Haar haarkleur. Oh my god. En haar man, ik weet even niet hoe die heet, van Quiet Place. Maar hij is ook zo leuk. Heeft een blauw pak aan. Een simpel blauw pak. Maar staat hem wel heel goed. Maar haar jurk, ik krijg er echt oldschool feelings van. Maar ze heeft een hoge hals. Maar het lijkt alsof het zeg maar een beetje see-through is. Vooral aan de onderkant zie je dat er gaten in de stof zitten. Wat natuurlijk zo hoort. Als je hier bij de hals kijkt, zie je dat het zeg maar stukjes van haar huid gewoon ziet. Ik vind het een interessante jurk ook wel. Ik weet ook niet of ik zelf zou denken, ja, ik wil het aan. Maar ik vind hem wel heel mooi staan. Ik zou dit ook een hot geven, want oh my god. Volgens mij klopt het wel dat dit de outfit van Rami Malek was. Die gelukkig, thank god, een Golden Globe voor zijn rol van Bohemian Rhapsody heeft gehaald. Dat vind ik echt heel nice. Bohemian Rhapsody heeft zelf voor beste drama gewonnen volgens mij. Maar hij heeft hier een pak aan met streepjes. Dubbele streepjes zelfs. Op zich ziet het er nog steeds wel een soort van simpel uit. Maar ik vind het wel leuk dat het net even anders is dan gewoon alleen een soort pak. Bohemian Rhapsody fangirls, let me know in de comments. Sarah Hyland was ook bij Golden Globes. Ik weet niet, ik vind haar wel, ze ziet er wel echt heel mooi uit. En ik vind haar oprecht echt heel leuk. Maar ik heb toch een beetje twijfels over haar outfit. Op zich past het wel oprecht gewoon bij haar, zeg maar. Ik heb altijd een beetje zo'n bohemian, summer chick festival look van haar in mijn hoofd. Dus in die zin past het wel bij haar. Maar ik vind het net even iets te simpel of zo. Wikkeljurk die je naar het strand aandoet. I'm sorry Sarah Hyland, maar ik had haar wel in iets meer glamour willen zien of zo. Storm Reid, ik weet niet wie dit is, maar ze ziet er fantastisch uit. Oh, ze heeft haar in een vlecht zo. Wat echt zo'n old school, echt heel ouderwets haar look is volgens mij. En een knal oranje jurk. Ik vind oranje echt een hele toffe kleur. Maar je moet het maar net kunnen dragen. En ik denk dat als je zeg maar een beetje getint bent, nou ja, in ieder geval bruin haar hebt, dat het dan mooier staat dan bijvoorbeeld iemand met blond haar. Want dan kan het heel hard lijken. Ja, ik vind het er heel tof uitzien. En ze staat er ook echt zo best van, yeah. Lily Reinhardt had een mega rode jurk aan. Een beetje met ruffles en poofy en dat, hoe noem je dat? Ja, ik weet niet hoe het heet. Maar ze ziet er wel heel mooi uit. Het strakke kapsel past bij de outfit. Ik vind het wel een beetje saai. Ik zou haar ook wel leuk vinden als ze wat meer losser haar zou hebben of zo. Ze heeft best wel heftige make-up matching bij haar jurk. Gewoon hele popping eyeshadow. Aan de voorkant loopt dus de jurk gewoon recht naar beneden en is het rechte stof. En aan de achterkant heeft ze een soort van, net zoals bij de zusters van Cinderella, hebben ze zo'n kont. Zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Zo'n extra ding op hun kont. Dat heeft zij dus ook. En dan heeft de stof een soort van meer krullend, golvend effect of zo. En ik vind het gewoon wel heel leuk dat zij daar dus nu is bij Golden Globes. Dus ja, ik denk dat ik dit ook wel echt zie als een hot. Kiki Lane. Ik weet niet precies wie dit is. Rising Star, blijkbaar. Ik vind het een hele mooie kleur. Het is een simpele rok die naar beneden valt. En ze heeft een soort van pads op haar borsten. En dan een streepjespatroon. En dan loopt het over naar de rok. Doorzichtig materiaal daaroverheen. Dat off-shoulder look, zeg maar, met die mouwtjes zo, vind ik altijd wel echt heel mooi. En ik vind het op zich wel een mooie jurk. Maar ik heb ook weer niet echt een wauw gevoel erbij. Het is vooral best wel interessant. Van ja, we doen streepjes. En dan wel iets zo bij op de borsten. En dan doorzichtig en whatever. Ik vind het wel mooi, maar ik denk dat ik even kritisch moet zijn. En dat het dan voor mij toch een not zou zijn. Eerlijk gezegd vind ik het geen lelijke look. Volgens mij is het een beetje, het is donkergroen, als ik het goed zie. Hele diepe V-hals. Had ik maar borsten om dat te kunnen dragen. Ik vind het wel mooi, maar het is niet echt mijn stijl. Ik vind het iets te heftig. Het lijkt een beetje op Suède, maar ik denk dat voor mij dit toch wel een not is, want ik weet niet, ik voel hem niet helemaal. Oh ja, en hier een foto met van Emily Blunt en Dick Van Dyke. Dick Van Dyke was van de vorige Mary Poppins en heeft een bijrol in de nieuwe Mary Poppins, wat zo leuk is, want hij is, daar zit hoeveel jaar tussen? I don't know, 60 jaar of zo. En hij was toen ook heel jong in de oude Mary Poppins. En in de nieuwe Mary Poppins is hij zo opa. En oh, ik ga echt janken als deze man doodgaat, denk ik. Oeh, en een van de actrices van Crazy Rich Asians. Constance? Nee, dat was die ander. Maar zij speelde niet de hoofdrol in de film, maar de zus van, volgens mij. En dit vind ik wel echt een hot. Want, oh my god. Ik vind de kleur niet echt heel straightforward. Wat wel heel leuk is, want ik vind het wel een bijzondere kleur blauw, laat maar zeggen. En het lijkt bijna alsof het zeg maar een kort broekpakje is. Als je goed kijkt naar de been, lijkt het alsof het een broekje is. Met dan een hoge nek met de top. Dan bij nog die hele grote rok. En zij is gewoon prachtig.
dat ook. Dus dit vind ik wel echt een hele mooie look. Ik zou dit zo graag aan willen hebben. Timothy Chalamet? Chalamet? Ik weet niet hoe je zijn naam uitspreekt. Call me by your name. Homeland. Beautiful boy. Daar ga ik hopelijk binnenkort nog heen. Hij is zo'n... Gewoon... Dus hij heeft zo'n mooi, interessant gezicht. Anyways, jongens... Donker haar, krullen. I love it. Ik word er spontaan verliefd op. Ik weet niet wat het is. Oké, hij heeft een zwarte broek aan. Gewoon lakschoenen. Een zwart blouseje. En daaroverheen een soort glitter iets. Ik heb geen idee wat het is. Maar het ziet er wel heel tof uit. Ik bedoel, ik denk dat als je hem iets aantrekt, dat het sowieso er gewoon vet uitziet. Want hij oont het gewoon, laat maar zeggen. Hij draagt het gewoon. En oh... Dit is het meisje met de moeilijkste naam ever van de film The Lovely Bones. En heel veel andere films. Maar The Lovely Bones is echt iconic. Go watch it. Volgens mij is hij gewoon bijna naakt hier. Maar het is eigenlijk gewoon een patroon van zeg maar sliertjes. Die naar beneden hangen tot aan de grond. En dat dan 4 keer langs elkaar. Dus ze is eigenlijk gewoon best wel naakt. Maar ik vind het wel mooi. Ik vind het wel een interessant model. Ik zou dit een hot geven. Ik heb hier Bradley Cooper. En volgens mij dus zijn vrouw. Ik vind hem heel apart om hem ineens zo serieus. Zeg maar zo glad geschoren en netjes te zien. Want in A Star is Born is hij dus gewoon met een baardje en heel cowboy-achtig. Ziet er goed uit. En zijn vrouw, tenminste ik denk dus dat het zijn vrouw is. Oh my god, prachtig. Ze heeft een heel strak body aan, zeg maar. Dus ook dit is zeg maar zo van, ze is eigenlijk bijna naakt. Want je kan er volgens mij een soort van doorheen kijken. Maar het is goud en het heeft allemaal patroontjes. En een soort van, ik krijg een soort van diamant idee meteen ervan. En het ziet er echt heel mooi uit. Ik kan er niks anders over zeggen. Prachtig stijl. Oké, nu hebben we Julia Roberts. En I love Julia Roberts. Zij is natuurlijk ook al nu wel ergens in de 50. Zij heeft ook een soort pak aan. Een zwarte broek. Maar dan loopt dus zeg maar met een band aan de achterkant als een soort halve rok. Loopt die stof nog naar beneden. En ik vind het echt heel leuk. Ik denk, ik zou dit zo erg ook willen dragen. Als zij glimlacht, dan klaart de wereld een beetje op. Het heeft een soort van iets simpels, maar op de juiste manier. En dat die rok zeg maar dan half achter haar dan doorloopt. Dus dat het niet een jurk is, vind ik heel tof qua detail. Timothy hebben we net natuurlijk al gehad. En links of rechts daarvan is iemand anders. Maar hij heeft een wat lossere broek aan. Of high waist valt. En dan een blouseje. Ook best wel baggy. Valt nog en dan met voor de helft doorzichtig. Oprecht, dit zou ik dus aan willen doen. En zijn haar zit fantastisch. En hij heeft volgens mij ook make-up op. Who are you boy? You look fine. Dit is Constance Wu. Dit is dus de hoofdrolspeelster van Crazy Rich Asians. Zij heeft een soort van peachy beige jurk aan. Weer dat sheer zachte stof. De bovenkant ziet er ook heel mooi uit. Het is simpel, maar op de juiste manier ook weer voor mijn idee. En dan met een oranje lint erbij. Ik zou ook zo'n jurk aan willen. Oh my god, fantastisch. En ik vind haar ook heel leuk overkomen, die Constance Wu. Dus dit vind ik ook wel echt passen bij haar. Want ja, ik ken haar persoonlijk, dus I know what she likes. Volgens mij is het een Disney actrice. I'm not sure. Maar ik vind het wel een hele interessante jurk. Ik weet nog niet zo snel of ik dit een hot of een not vind. Maar het ziet er in ieder geval wel echt heel erg, zeg maar, een eyecatcher. Als je soort van er doorheen kijkt, is het zeg maar een zwarte jurk met een hele diepe V-hals. Een strak kokerrok model. En dan vanaf haar bovenbenen loopt het wat losser weer naar beneden. En daaroverheen zit dan, ik weet niet of het diamant... Nee, het is gewoon een witte patroonprint. Met nog een bowtie hier onder de borsten. En dan nog iets hier en hier. En ik weet niet wat er allemaal gebeurt. De haar vind ik trouwens wel echt heel tof zitten. Echt een beetje Audrey Hepburn chic, laat maar zeggen. En de jurk weet ik niet wat ik er nou van vind. Het is gewoon heel interessant om er naar te kijken. Maar ik denk dat ik het toch wel een hot noem. Omdat het zo eye-catching is. Ah, nu heb je Troye Sivan. Fucking vet dat hij überhaupt bij Golden Globes is. In een blauw pak. Dit bedoelde ik dus met een zwart pak of een blauw pak. Dat ik dat wel simpel vind. Maar ik bedoel, laten we eerlijk wezen... Het ziet er wel gewoon mooi uit. Maar ik had het ook wel tof gevonden als Troye Sivan met bijvoorbeeld een bloemetjespak zou komen. Of met zo'n Louis Vuitton. Of iets met zeg maar zo'n print of iets heftigs. Want dat heeft hij de laatste tijd heel erg laten zien zeg maar in clips en zo. Dus vind ik soort van jammer dat hij dan best wel simpel gaat. Maar ik denk dat ik het toch wel een not geef. Had ik verwacht dat hij er iets meer bazaam uit zou zien. En oh my god, jongens. Volgens mij, ik zag al dingen over social media gaan over Lady Gaga. Oh my god, die mega lange lila jurk. Wat moet ik erover kwijt? Zag oprecht prachtig uit. Echt de mega grote poofy armstukken ooit. En het heeft een soort van sheer idee stofje. En heeft ze ook nog blauw haar. I mean, dat is gewoon fantastisch. Ik kan niet anders zeggen dan dat dit een hot is. Ik zou het aan willen. Oh mijn god. Nou jongens, dit was hem alweer. Laat me even weten in de comments wat jullie favoriete look van de Golden Globes was. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Eventjes te abonneren. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei!